Nu we als gevolg van de coronacrisis steeds meer thuis zitten, hebben we met z'n allen natuurlijk veel meer behoefte aan tv. Gelukkig komt talkshow op 1 uur elke dag, dus ook zaterdag en zondag, met een uitzending. Maar gaat INEC dat ook doen? Programma's die plat liggen, grote Hollywoodfilms die vertraging oplopen, celebs die besmet raken en grote events die gecanceld worden, de coronapandemie deelt klap na klap uit. Om niet in collectieve waanzin te schieten, kijken we graag naar de journaals en talkshows die ons bijpraten. Die zijn harder nodig dan nooit en daarom besloot Opeen om elke dag een uitzending te maken op een ping. Inek, doe je ook mee? Eva Inek sluit niet uit dat ze mogelijk ook 7 dagen per week op zender komt. Het lijkt mij wat megalomaan om het zeven dagen per week in mijn eentje te gaan doen, zei ze eerder vanavond in RTL Boulevard. Eva denkt alvast hardop na hoe ze dit kan oplossen. Misschien moeten we erover denken om Boom terug te vragen uit zijn retraite en hem in te zetten. We wegen elke dag wat we gaan doen. De kijkcijfers schieten momenteel richting ongekende hoogtes en dat heeft natuurlijk alles te maken met onze drang naar meer info over corona en misschien ook wel naar een soort samenhorigheidsgevoel, met zijn allen voor de buis zitten. Eva, er is een enorme behoefte van mensen om te weten wat er speelt, en er is heel veel te bespreken. Het is goed als dat op zoveel mogelijk kanalen gebeurt.